Welkom bij Topnames. Iedere week zitten mijn vriend Stekel en ik hier om te praten met de voorhoede van Digitaal Nederland. Martine de Ridder, daar ben jij er eentje van. Ja. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Martine de Ridder en ik zit hier namens Reware. En wij hebben een idee bedacht en eigenlijk vorig jaar is dat al ontstaan. En we zijn nu bezig met een platform creëren om online met elkaar kleding te delen. Kleding te delen. We hebben hier mensen gehad die auto's delen. We hebben mensen gehad die in de buurt cirkels zagen. Wat was dat? Ja, laatst heb ik een Haakse slijper uitgelegd. Nee, ik heb een Haakse. Kulthangen delen. Maar kleding delen, dat is de volgende stap. Hoe kwamen jullie op het idee? Nou, eigenlijk is het idee ontstaan in Amerika. Marloes Pomp, dat is eigenlijk de initiatiefneemster. Die heeft een team om zich heen verzameld met dames die dit ook heel erg gaaf vonden. Die dit idee ook konden dragen, die erin geloofden. En ervoor wilde gaan staan. Die heeft ze bijeengebracht en samen aan het idee gewerkt. Zij kwam dus in Amerika de eigenaresse tegen van... was ook een heel groot platform waar gala-jurken met elkaar werden gedeeld. Dus de duurste designersjurken van, $5,000... die kon je dan nu voor een weekendje krijgen. En dan kreeg je 2 maten opgestuurd, zodat die altijd paste. En dan betaalde je maar $200. Mm-hmm. Nou, dat bleek zo'n hit. En voornamelijk bij studenten, van wie je eigenlijk verwacht... nou, die geeft het er echt niet aan uit. Nee. Die maken zelf al wat of, En eigenlijk met dat idee is ze naar Nederland gekomen. Sprak ze Annemarie van Kampen, sprak ze Paulien Breusma, Georgia en ik. En wij zijn dus nu een team en wij zetten Reware neer. Ja, hoe werkt het concept? Hoe werkt het concept? Uit. Ja, nou, het is eigenlijk zo. Je hebt, iedereen heeft een kledingkast met kledingstukken die hij heel erg gaaf vindt. En er zijn ook altijd kledingstukken die je heel erg gaaf vindt, maar misschien wat minder vaak draagt. En ik praat nu over vrouwen. Ik praat nu voor eigenlijk mijn eigen... Dat is alleen voor vrouwen, hè? Nou, we zitten nu in de testfase. En dat is inderdaad alleen voor vrouwen. Ja. En wat we zagen was dat veel vrouwen heel veel mooie kledingstukken hebben. Maar deze niet altijd droegen. En dat ze best wel voor open stonden om dit te delen met anderen. Maar er was dus geen platform of er waren allerlei vragen. Wat doe je? Ja, dan leen ik het uit aan een vreemde en dan krijg ik een vlek op. Dan doe ik het liever aan een vriendin van me. En wij dachten van nou, hoe gaaf zou het zijn als je zelf gewoon nooit meer kleding hoeft te kopen. Of dat je gewoon eigenlijk kleding overal vandaan haalt. Dus dat geen enkel kledingstuk meer van jou is. En daar komt wel bij dat... ik moet wel eens aan mijn vriend verantwoorden waarom ik een jurkje koop voor €500. En nu zeg ik gewoon, schatje, dat is een investering. We kunnen heel veel meiden van genieten. Ze moet meer kopen nu. Ja, eigenlijk wel. Ik hoop ook dat hij kijkt. Hey, het sluit aan zeg maar, bij de trend van dat we overgaan van bezit naar toegang. Hè? Ja. Muziekgebied kochten we vroeger allemaal cd's. Dat doen nog steeds sommige mensen. Maar het hoeft niet meer, want met Spotify kan ik altijd alle muziek luisteren die er is. Ik hoef geen auto meer te hebben, want via Snapcar, hier ook de gast gehad, kan ik beschikken over een mooie auto als ik dat wil. En een oude auto als ik dat leuk vind. Je zei van, we zijn het aan het opzetten. Als je naar jullie site gaat, staat er, we zijn nog in beta. Dus in welke fase verkeren jullie nu? Wat zijn jullie al aan het delen met elkaar? We hebben een aantal testgroepen. Dus we kregen meer dan 100 aanmeldingen van mensen die heel graag met ons het concept wilden testen. Wat dus eigenlijk betekende dat zij een kledingstuk naar ons opstuurden. Of tenminste een foto daarvan. En wij plaatsen dit, we hebben Dropbox, we hebben Pinterest gebruikt. We hebben een aantal platformen gebruikt om te kijken ook wat werkt nou. En moet daar nou een gezicht hebben? Moet ik nou een foto maken met mij en het outfit? Of wil je alleen het outfit tegen een witte achtergrond? Dus daar hebben we verschillende eigenlijk podia voor gebruikt. En we zijn uiteindelijk aan de gang gegaan met enkel de dames. En we hebben verschillende testgroepen. Dus dat was eigenlijk een soort van dubbelblind werd het met testen. En wat je zag was dat de dames waren eigenlijk heel erg open. Ze hebben echt de gaafste dingen met elkaar gedeeld. En wij zijn dus nu in de fase dat alle kleding is naar elkaar verstuurd. En daar kwamen we nog wel wat uitdagingen tegen natuurlijk. Hè. Dan, vertel eens, wat voor dingen? Nou, bijvoorbeeld één dame had een hele mooie tas aangeboden. Ze had 2 tassen van Mulberry. Dat is een mooi merk met een boompje. En dat vinden heel veel vrouwen leuk.
En, ik vind het wel goed dat je steeds ons even uitlegt. Ja, dat precies. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, ja, nou ja. En misschien kan ik straks ook wel iets vertellen, want we willen het eigenlijk ook nog wel voor mannen doen. Want mannen dragen eigenlijk beter, altijd alleen maar beter, zwart. Ja. Ja, zo saai. Kan beter, ja. Oké, okay, nee, komen we straks op. Ja, ja. Nou, dus die tassen, die mooie tassen met dat boompje. En er was dus een dame die had gezegd, nou, dan wil ik die wel graag lenen. En die vrouw die had ook een hele mooie broek uitgeleend van een heel duur merk aan iemand anders. Dus ik dacht, nou, dat is een mooie match, die zetten we bij elkaar. En toen, ja, ik heb mijn tas eigenlijk al verkocht. Toen dacht ik, ja, hij zat toch in onze test. Maar ja, weet je, dat kan gebeuren. Ja, maar gaat het op individuele kledingstukken? Want ik las op jullie beta-site een beetje dat je een doos maakt, hè? Ja, nou eigenlijk is dat gewoon om het idee wat meer uit te dragen. Dus dat mensen begrijpen dat je iets echt fysiek opstuurt naar een ander. Dus we hebben dat de box genoemd. Ja. En dus die, inderdaad, je kledingstuk wat je wilt uitlenen, dat plaats je online, een mooie foto ervan. Plaatje in de box of een pakketje. Hè? Okay. Een box kun je gewoon zien als een pakketje. Maar het is natuurlijk ook nog wel even zoeken naar de juiste match qua maten en dat soort dingen. Of ja, dat is echt een beetje een mannenopmerking. Vrouwen hebben daar niet zoveel last van. Wat zeg je nou even hier? Dat is echt zo. Als vrouwen gaan shoppen. Vrouwen bestellen ook blind. Hè? Bij de H&M weten ze welke ze maten hebben. Ik weet dat ik bij sommige schoenenwinkels naar moet maat 39 weten en daar weer 40. Ja. Dus wij hebben daar dus hele. Wij dachten daar ook tegenaan te lopen. En we werken ook al samen met een jongen die heeft een heel gaaf idee. Die werkt ook al voor grote modehuizen om online te matchen. Dus als je hier deze maat hebt, dan kan het bij een ander kledingstuk hè, van een andere leverancier, zit die dan weer iets te krap. Dus dan biedt die telkens jou de juiste optie aan. En dus daar waren we ook al vergaande gesprekken mee. En die is ook echt, daar hebben we een hele goede band mee. En daar willen we ook wel meer dingen mee gaan doen. Maar we zagen eigenlijk voor nu dat het nog geen problemen bracht. En tot nu toe was iedereen ook heel erg blij met de kledingstukken die opgestuurd waren. En, maar is dat niet, is dat stukje van het sturen, maakt dat zeg maar, jullie idee niet heel ingewikkeld? Dat je de kleding naar elkaar opstuurt. Ja. Dat er ontzettend veel bij komt kijken om het goed te laten lopen. Want je betaalt, was het 8-9 euro per maand is het maandbedrag bij je? Ja, nou dat was. We dachten eerst van, nou weet je wel, we vragen à la, wat is het, Spotify, hè? Ja? Vraag je maandelijks een bedrag. Maar eigenlijk hoe meer we artikelen binnenkregen, dachten we, ja, dit is eigenlijk te mooi. Want de test was natuurlijk gratis en we zijn super dankbaar voor onze testers. Toen dachten we, dit is eigenlijk zo gaaf. We zouden heel erg graag dit voor iedereen toegankelijk willen maken. Dus toen hebben we besloten om het gratis te maken. Dus er is een gratis account. En het is eigenlijk freemium. Dus je hebt ook nog een account waarvoor je moet betalen. En wat krijg je daar dan extra voor? Nou, dan zit er een verzekering in voor de kledingstukken. Dus dat is voor sommige mensen was dat heel erg belangrijk. Als ze toch wat duurdere spullen opsturen. We kunnen ook verzendkosten zitten daar ook al bij in. Dus dat is dan een vast bedrag wat je betaalt per maand. En we werken ook samen met designers. Dus designers die die duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Die echt met mooie producten werken, die eerlijk zijn, zijn vervaardigd en zijn gecreëerd. Daar willen we heel graag mee samenwerken. En die hebben ook eigenlijk allemaal gezegd van ja, we vinden het zo'n gaaf idee. En vaak zijn die kledingstukken toch wel wat duurder en niet betaalbaar voor studenten of starters of gewoon vrouwen van 35 modaal. En en zo wordt de kleding toch toegankelijk gemaakt. Ja, maar dus voor de premium abonnement krijg je dan, maak je kans zeg maar om ook van die specifieke, die exclusieve designers. Ja, precies. Komende talenten, et cetera. Ja, en waarbij we dus ook kijken wat de designers willen. Want sommige designers die zeggen ook, ja, van wat mij betreft, ik stel 20 stuks beschikbaar. En ik wil dat er 10 van in elk geval naar de gratis accounts gaan. Want ik kan me zo voorstellen, dat is een veel gehoord argument namelijk, dat zij graag willen dat er een publiek met hun kledingstukken in aanraking komt die het later misschien wel kunnen betalen. En nu al heel erg mooi vinden, maar dan nu op een hele laagdrempelige manier kunnen ervaren. Ja, je noemde aan het begin een paar uitdagingen waar jullie gelijk tegenaan liepen. Je noemde al dat mensen een beetje huiverig zijn om dure kleding aan vreemden te sturen. Vlekken, slijtage. Hoe lossen jullie dat op? Dat
Merkkleding is natuurlijk hartstikke duur. Ja, dat is... Ik weet niet of ik het precies zo zei, hoor. Want dan moet ik mezelf even rectificeren. Want we hebben inderdaad wel mensen die het die een hele mooie jurk wilden uitlenen. En dan zeiden van, maar het moet dan echt wel heel erg voorzichtig. En dan stuurden ze een hele uitleg bij van hoe het dan gewassen moest worden. En hoe ermee om dient te gaan, wat ik zeer terecht vind. Wat ik heel erg goed begrijp. En anderen, nou, die zitten gewoon, doe maar, veel plezier. En ik heb een gala jurk van Cavalli, helemaal van zijde. Nou ja, die is €1000 plus. Maar ja, weet je, als ik hem 3 keer heb gedragen, ja, dan heb ik het ook alweer ermee gehad. En als ik dan iemand anders daar blij mee kan maken, voor dat ze een te gekke bruiloft heeft als bruidsmeisje of gewoon als gast, dan maakt het mij niet meer uit. Tuurlijk wil ik er geen brandvlek in of een vlek. En dan zal ik ook wel zeggen van, joh, deze jurk, je mag hem prima lenen, maar deze is zoveel waard. Ik wil dat jij hem verzekert. En ik wil dat jij hem naar de wasserette brengt. Hey, voordat je hem naar mij terugstuurt. En dan kan dat ook via jullie, die verzekering. Ja. Is er een... bij Airbnb zijn er echt mensen die dat doen om er geld mee te verdienen. Want het is een prettige extra inkomstenstroom. Bij Snapcar hoorden wij ook al dat er mensen zijn die zeggen van, als ik nu toch een nieuwe auto ga kopen. Mm. Welk model auto is bij jullie populair? Dus daar hou ik daar rekening mee. Zoals jij het nu vertelt, is het eigenlijk... De mensen die nu meedoen, doen het allemaal omdat ze toch denken van, nou ja, die jurk of wat dan ook, die hangt het grootste deel van het jaar ongebruikt in de kast. Of zijn er ook mensen die denken van, nou ja, zo kan ik mijn jurk tenminste weer terugverdienen. Kan je er geld voor vragen bij jullie op platform? Nee, dat hebben we nog niet. Het is wel iets waarmee we hebben gespeeld. En het is ook nog iets waarvan we niet zeggen, dat gaan we nooit doen. Maar voor zover als het er nu uitziet, willen we echt ons focussen op lenen. En ik denk niet dat je het tegenhoudt dat een keer een paar schoenen, waar je eigenlijk al van af wilde, maar wat een mooi merk is, maar wat toch knelde. Weet je, vrouwen brengen dat niet terug. Het is zo stom, maar dat doen we echt niet. En dan vinden we hem toch te mooi, of wat dan ook. Ik weet het niet, ik weet niet wat het is. Maar dan houden we hem toch, en dan wil je hem eigenlijk ook verkopen. Of je houdt hem in de handel, want het is ook een manier. Je kunt niet op onze site komen en alleen maar lekker gaan lenen. Het is ook wel de bedoeling dat je dan zelf iets plaatst op onze website. Dus dat er dan achter de schermen een keer met een Twitterberichtje van, joh, is die ook te koop? Ja, dat hou je niet tegen. En ik denk niet dat het iets is wat we zullen stimuleren. Nee. Maar, kan je Johan Schaap vragen, of zijn er al cijfers? Hoeveel stukken zijn er al gedeeld? Hij zegt in Nederland en in de VS. Mag je die al delen? Mag ik die al delen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Jawel. We zijn echt heel erg transparant in eigenlijk alles wat we doen. Dus de kledingstukken die we nu hebben gedeeld. Dus we hebben zo'n 100 aanmeldingen gehad. We hebben denk ik per persoon gemiddeld... Het varieerde eigenlijk. Mensen stuurden items op. Een enkeling stuurde maar 1 stuk. En het maximum wat we hebben gezien was 5, 6... Dus daartussen. En hoeveel dat er exact zijn. Ik begeleid één. Het zijn wel echt grote aantallen. En ik begeleid 1 test intensief. En de meiden met wie ik het doe, die hebben ook allemaal hun eigen personen met wie ze contact hebben. Dus daar weet ik wel het fijne. Tenminste, daar weet ik niet het fijne van. Ik weet wel een grote lijn. Wat heb jij geleerd van die test die jij doet? Dat het veel meer werk is dan ik dacht. Ja, ik ben ook op Twitter te vinden natuurlijk. En ik vind webcare en klantcontact vind ik zoiets belangrijks. En kleding is toch wel iets wat... Hè, je draagt het, je voelt het. Je loopt ermee rond, je koopt het. Soms krijg je het. En dan hangt er toch wel, dan is er toch wel een bepaalde lading die eraan zit. En je hebt het gewoon niet over iets heel erg simpels. Wat je eventjes... Ja, het is wel totaal anders dan gereedschap uitleggen. Ja, eigenlijk wel. Zelfs een auto. Ja. Ja. Veel persoonlijker. Ja. 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 Nog even een vraagje en misschien een idee van Brechtje de Leij. Kan ik ook van speciale BN'ers wat huren of lenen? Een dagje in de kleding van? Ja, nou dat... Hoi Brechtje. Dat is echt, ik vind Brechtje zo leuk. Dat is wel uiteindelijk de bedoeling. Zijn we ook al mee in gesprek met een paar BN'ers. Zo heb ik al eens de schoenen van Patty Bart gekocht. Hoe heet die dienst ook weer? Weet ik veel. Via een video, marktplaats video, zeg maar. Ja, nou ja, en uiteindelijk is het natuurlijk wel onze droom om een hele mooie jurk van onze koningin
terug te zien op onze website. Dus ja, ze draagt de meest fantastische items. En allemaal maar één keer. Dus ja, wat gebeurt er daarna mee? Nou, als die naar het leger des heils gaat, ik vermoed het niet. Nee, dat vermoed dus, ik ook niet. Ja. Maar is het een serieus idee, dat van de BN'ers? Nou, we hebben wel een paar waarmee we in gesprek zijn. We wilden ze eigenlijk dan koppelen. Maar eigenlijk staan onze designers nu nog veel meer centraal. Dat zijn jullie BN'ers. Ja, eigenlijk wel. Want er zit zo'n mooi verhaal vaak achter waarom designers zijn gaan doen wat ze doen. Dus ik heb een vriendin die in New York designer is, Bibi. En zij maakt fantastische artikelen, komt uit Amsterdam, zit nu in Amerika, living her dream eigenlijk. Ja, weet je, en heeft van hele mooie producten, gaat altijd op stoffenjacht en nou noem maar op. Ja, ja. Dat is gewoon gaaf om te vertellen, dat je gewoon iets kunt dragen van een Nederlandse designer die naar Amerika is gegaan, die daar de vibes oppikt. En dan draag jij iets van haar. Ja, dat vind ik te gek. Oké, jullie zijn het nu aan het doen. Hoe hebben jullie het georganiseerd? Is het eigen geld? Heb je een investeerder? Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Ja, nou, het is een BV. En we zitten daar met z'n vieren in. En we werken via het Grunt Fund. Ik weet niet of je Slicing Pie, ik weet niet of je dat kent. Ja. Dus het is eigenlijk op basis van hoeveel je werkt, krijg je aandelen. En dus in totaal werken we 10 uur, jij 9 en ik 1. Als je dan de aandelen zou verdelen, krijg je 90% en ik 10%. Dus op een gegeven moment fixeer je dat, zet je daar een stop op. En dus er is inderdaad wel eigen geld ingelegd. En anderen hebben ervoor gekozen om er met meer uren in te gaan zitten. En ja, dat gaat eigenlijk allemaal heel... Maar voorlopig doen jullie het nog zelf? Er zit niet echt een externe... Nee. Dat willen we eigenlijk... Ja, weet je, we houden die opties open. En daar willen we eigenlijk naar kijken voor in de toekomst. En als het toch wat steviger staat. Ja. Jelle Derks vraagt, wat is jullie ultieme doel met dit bedrijf? Ons ultieme doel? Nou ja, dat is eigenlijk ervoor te zorgen dat je kledingkast eindeloos wordt. En dat betekent dus dat je in andermans kledingkast kan gaan shoppen. En dat je gewoon een jurkje uit Milaan kan laten overvliegen. Voor een mooi event wat je hebt. Zonder dat het je klauwen met geld kost. En ja, weet je, dat er gewoon hele gave... Dat zou ik heel erg graag ook willen, dat heb ik wel eens gezegd. En volgens mij steunen de meiden me daar ook wel in. Dat er een soort van bubbels ontstaan met meiden die met elkaar gaan ruilen. Die elkaar anders nooit hadden ontmoet. En die ook die stijlen nooit mee in aanraking waren gekomen. Behalve dan via Rewear. Ja. Hey, kan het inderdaad, kan je binnen Rewear dan weer een soort clubjes maken? Dat je denkt, ja, ik wil het wel uitlenen, maar wel alleen maar aan mijn... Ja, trusted vrienden, zeg maar, vriendinnen. Ja, nou ja, we gaan wel werken met een review systeem. Dus als jij als een dame een jurk terugbrengt met een gat erin, dan kun je wel zeggen van, nou, die persoon is er niet netjes mee omgegaan. En we gaan nog kijken naar wat dan het beste werkt. En we hebben nu het 3 strikes out. Ja, dan doe je gewoon niet meer mee. Dan word je gewoon echt verbannen. Is dat gebeurd? Nee. Nog niemand. En ja, we hadden daar ook nog een vraag over van Dagen van op Twitter. Wie er verantwoordelijk is voor het reinigen van de kleding? Dat is de persoon die de kleding huurt. Okay. Dus, of die de kleding leent. Dus, dus het is daarna gewoon stomerijen en terugsturen. Dat ja, precies. Ja. Ja. Dus als jij een en hoe lang mag je het dan lenen? We hebben nu een maand. Een maand, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus je ziet wel dat sommigen hebben het alweer eerder teruggestuurd. Want die hadden voor een speciale gelegenheid, wilden ze per se de tas en het jurkje. Of wilden het maar voor een week gebruiken. En toen kwam het ook gewoon gereinigd terug. En het is wel de bedoeling dat je het dan ook niet, dat je niet de 30 dagen zijn om, dat je hem dan nog eens gaat stomen. Want weet je, daar gaat gewoon heel veel tijd maar nog over. Hoe ver gaan jullie? Kan ik jouw sieraden ook... Zou je dat willen? Je tas, ik zie de hele tijd naar je tas te kijken. Die vind ik met een doodshoofd. Ja, die vind ik heel erg mooi. Ze, ja. 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 Ja, dus ik zou eerder naar je tas nemen. Ja, nou, absoluut. Deze mag je... Zal ik hem achterlaten voor je? Krijg ik jouw vest? Nou, nog even een vraag van Johan Schaap. Gaan jullie dit ook inzetten om nieuwe merken of iets dergelijks aan te jagen? Of het succes van nieuwe kleding te toetsen? Ja, dat willen we. Ja, en de designers zijn daar dus een goed voorbeeld van. Sommigen komen rechtstreeks van een design school of de Fashion Academy. En die vinden het nu wel interessant om gewoon via jullie netwerk... Ja, we worden zelfs al benaderd. Dus we hebben echt een luxe positie dat we echt denken van... Ja,
Maar daarmee is eigenlijk al bewezen dat het een goed idee is, of niet? Ja, ja, het is op een hele andere manier natuurlijk je promotie doen. En wij vragen ook geen geld van de designers als hun kledingstuk. Want dat is ook gebeurd. Tijdens de testen werden kledingstukken van designers uitgeleend. En bijvoorbeeld van Jos is een heel mooi merk. Een dame kreeg een vest daarvan. En die dame heeft gelijk gezegd, ja, die wil kopen. Nou ja, dan brengen wij in contact met de designer. Vinden we alleen maar gaaf. Dan denken we alleen maar, kijk, het werkt. Ja. En dan zeggen we ook niet van, nou, we willen daar een fee van. Hey, jij zegt, het toont aan, het werkt. Maar er zijn ook altijd mensen die dan willen weten hoe de business werkt. Een terechte vraag natuurlijk. Mark de Kok vraagt zich af. Hij zegt, de schaalbaarheid, dat lijkt me de grootste uitdaging. Want er zitten veel handelingen bij. En hoe bepaal je dan de kosten en de opbrengsten verhouding? Ja, dat is een hele terechte vraag. Dat is ook echt iets waar wij in het begin ons hoofd over hebben gebroken. Nou, ik denk dat de schaalbaarheid dat we, toen we nog het idee hadden van, nou, we werken met een maandelijks bedrag en dat kan heel hoog zijn of laag. Ik denk dat we dat al wel vergroot hebben door de schaalbaarheid door het gratis in te steken ook. En het is nog steeds iets waar wij veel over nadenken. En ook iets waar ik graag tips over zou willen ontvangen. Weet je, ik pretendeer niet om de waarheid in pacht te hebben. Ja, maar dat hebben jullie ook een beetje voor je uitgeschoven. Want ja. Ik kan me natuurlijk best voorstellen, je zegt, je zit nu in het freemium model. In principe gratis, maar voor een bedrag krijg je extra dingen erbij. Ja. Maar je zou natuurlijk straks inderdaad ook naar de situatie kunnen gaan dat mensen dingen die ze uitlenen op een gegeven moment ook willen verkopen. Waar je dan weer een percentage van houden. Wat je bij andere deelplatformen natuurlijk ook ziet. Hè? Ja. Zoals Snapcar. Of, ja. Ja. Wat dan wel weer een uitdaging is. Omdat wij vinden het juist het lenen heel erg gaaf. Hè? Als je echt daaraan wilt vasthouden. Dat is onze unique selling point. En dus dat je kledingkast eindeloos is. En juist dat sharing en niet meer dat hebben. Ja. Ja, je hebt wel weer als je iets koopt. Of ga je het dan weer in de vuur? Ja, weet je, dat heeft een beetje een discussie. Ja, nog een vraag van Dagenvan. Die zegt, denken jullie nu ook al aan fysieke locaties en winkels? Waar jullie klant of jullie abonnees kleding kunnen passen, ophalen, terugbrengen, dat soort dingen? Ja, nou, we spelen wel met de gedachte om een flagship store in Amsterdam, bijna een soort van pop-up. Dus dan zie je ook mooie kledingstukken van designers die daar zijn uitgestald. Dus kun je eventjes voelen en zien hoe dat nou eigenlijk in werkelijkheid uitziet, anders dan alleen maar op scherm. En dus waar je ook het pakketje kunt inleveren, waar je ook kleding kunt ontvangen. Dus dat is wel iets inderdaad waar we ook al over na hebben gedacht. En nog niet volledig hebben uitgerold. We hebben nu echt al onze capaciteit is op die testen gegaan. En we zijn nu ook bezig met een evenement organiseren voor onze testers. Zodat wij ook weer hun feedback kunnen verzamelen en hun ook kunnen bedanken. En met elkaar in contact kunnen brengen. Ja, nou, je zit meestal bij start-ups waar wij er nogal wat van aan tafel hebben hier. Er zitten meestal een paar nerdy types ook bij die de sites programmeren en de apps bouwen. Ja, die hebben wij ook. Ik heb jullie op de site gekeken. Ik zag allemaal mooie dames. Dat kan samengaan. Dat kan samengaan. Ja, dat gaat helaas niet. Nee. Ik heb andere krachten en de andere ook. Nee, wij hebben Benjamin Derksen. Okay. Die niet zo van flashy foto's houden. Dus hij zo, ik zit prima op de achtergrond. Ja. Maar hij is onze nerd achter de schermen. Maar die had er eigenlijk wel bij gemoeten op de foto. Ja, eigenlijk wel. Dus dat zeiden we. Maar de foto was toen al gemaakt. En, maar bij de volgende foto, Benjamin, je komt erop. Ja. Oké, maar jullie ontwikkelen wel in eigen huis. Dus, ja, dat is wel dat is ook wel een tip die we hebben gekregen van anderen. Van ja, weet je, anders dan ben je toch dat uurtje factuurtje aan het werken. En niet iemand die echt met passie, commitment en ook geloof aan jouw concept werkt. Ja. Hey, je zei net, jullie aandelen worden verdeeld op basis van je inspanning. Hoeveel aandelen heb jij nu? Welk percentage sta jij op? Eigenlijk moet ik, wacht even, het is dinsdag vandaag, woensdag, dan hebben we weer een bespreking, dus ik heb ook weer uren gemaakt over de afgelopen tijd en dan stop ik hem weer in het kunt en dan kijk ik weer op hoeveel ik sta. Voor nu, ik zou het eigenlijk niet eens weten. Ja, maar is meer uren beter of is een grotere bijdrage leveren? Er zit ook een ander element in, dat je misschien een grotere klant of dat je meer mensen binnenhaalt? Of, ja, maar dat is iets wat we dan gezamenlijk bespreken, dus we hebben eigenlijk, we hebben een bedrag geplakt op onze uren. Dus als wij 1 uur werken, zeg, krijg je 10 euro. Dus ik werk in 1 maand 100 uur eraan. Dan krijg ik 1000 euro. Nou, en één iemand heeft 2000 euro ingelegd. Nou, en die werkte helemaal niet. Nou ja, dan kan ik tegen die persoon
daar kan ik naartoe gaan. En ja, ik heb niet... Ja, eigenlijk zou ik dat wel weer moeten doen. En dat ja. doen jullie ook omdat, neem ik aan, dan jullie daarnaast gewoon werken? Of ja, andere, ja, ik werk fulltime bij Factory, een innovatiebureau. Ja. En ja, de anderen hebben ook mooie banen. Dus, ja. Nog wel. Nog wel. Ja. Mijn andere bedoeling is denk ik dat dit... Ja, we willen wel groot gaan worden. Ja. Dus wie weet wat de toekomst brengt. Ja, want je zei van het idee kwam naar aanleiding van een Amerikaans idee. Als je naar de wereld om je heen kijkt, wat jullie doen, is dit een uniek concept? Zijn er veel landen waar je naar binnen zou kunnen gaan, zeg maar? Nou, weet je, ik weet wel dat bijvoorbeeld Duitsland, die doet heel veel met duurzaamheid. Ik heb zelf best wel een netwerk in Italië waarvan ik ook getoetst heb van, goh, wat vinden jullie ervan? Die hebben in hun omgeving gevraagd. Dus daarvan heb ik ook wel gehoord dat die het heel erg gaaf zouden vinden. Maar als je meer, naar bepaalde culturen... Ik heb interculturele communicatie ook gedaan op de Universiteit van Amsterdam. Er zijn gewoon bepaalde culturen waarin het nog heel erg draait om bezit. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat in bepaalde landen dit totaal geen succes zal worden. Waarin het dus heel erg belangrijk is om te laten zien wie je bent. Snapcar vertelde nou pas, zij keken bij het uitbreiden. Keken ze eerst naar hoe groot is bijvoorbeeld Airbnb in een land. Hè? En nog een aantal diensten, zeg maar. Dus dat is een indicatie. Dat mensen al meer gewend zijn. Er was laatst ook een leuk stuk over dat in Noord-Europa het veel opener al ligt dan bijvoorbeeld in de mediterrane landen. Ja. Waar mensen nog veel meer hechten aan dingen van zichzelf. Ja. Ja, dat soort verschillen ga je natuurlijk heel erg zien. Ja, absoluut. Ja. Hey, ontzettend bedankt. Ja. Ja, hartstikke leuk om je verhaal te horen. Die je aan hebt, is die van jezelf of heb je hem geleend? Die is van een van onze designers. Oké. Okay. Dus ja. Principe de beta-testers zouden die ook kunnen lezen. Ja, absoluut. Ja. Hij stond er ook tussen. Dus we hebben hem net weer terug. Toen dacht ik, die is van mij. Okay. Dankjewel. Oké, okay, dus okay. Heel erg bedankt. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Blijf kijken. Als je nu live kijkt en als je on demand kijkt, weet je dat je een stuk of 300 afleveringen inmiddels van ons kunt terugkijken. Voor de mensen die live kijken en anderen ook. Volgende week zitten we in Austin, Texas. Gaan we naar South by Southwest. Gaan we iedere dag een uitzending daar vandaan maken. Dus, iedere dag. Iedere dag, absoluut. Ja. Misschien nog wel meerdere per dag hebben we vandaag. Hebben we vandaag. Dus we kijken of dat volgende week nog steeds haalbaar is. Dus kijk dan ook alsjeblieft en blijf nu kijken, want de volgende uitzending die gaat zo beginnen. Dankjewel. Dag.